Fosfor is een digitale uitgeverij. We geven journalistiek, non-fictie uit. E-boeken aan de ene kant. Bestaande papieren boeken die verramst zijn, die geven een nieuw leven als e-boek. En aan de andere kant geven we longreads uit. En longreads is eigenlijk een nieuw genre. Het zit tussen een lang tijdschrift, artikel en een boek in. Die geven we alleen digitaal uit. Zo 10.000 woorden. Je leest het in een uur uit. En die zijn dan verrijkt en geoptimaliseerd voor een digitale beleving. Mensen willen, ben ik van overtuigd, nog steeds een lang verhaal lezen. Een boek is misschien dan net over een heel boek. De krant een beetje te kort. Dus dat genre daartussenin. En op papier kan het niet echt. Want in de krant is er geen ruimte voor verhalen, echt lange verhalen, lange journalistieke verhalen. En het is net te weinig voor een boek, want dan heb je een heel klein boekje. Dat kan alleen digitaal. In Amerika is het een succes. Ik hoop in Nederland dat dat ook gaat aanslaan. Ja. Aan de andere kant proberen we een nieuwe manier van verhalen vertellen te ontwikkelen. Dus met zo'n luisterboek, met tijdlijnen, met biografieën, met video, met foto's. Dus dat je, het gaat nog steeds om het lezen, om het verhaal. Maar je kan zoveel meer online, vooral met een app. Dus dat is de tweede innovatie. Dat je het echt optimaliseert voor een digitale beleving. Ja, ik blijf erin geloven dat mensen willen lezen en ik richt me op het genre waar ik gepassioneerd over ben. En dat zijn non-fictieboeken en lange verhalen. En ik weet gewoon zeker dat mensen dat willen blijven lezen. Dat is altijd een klein publiek geweest. Alhoewel, Geert Mak en Annette van der Zijl, dat zijn megasellers. Dus ik geloof dat mensen behoefte hebben aan verhalen en schrijvers die, of auteurs die zo'n verhaal kunnen vertellen. Je moet wel bij de beleving van mensen aansluiten. En dat is wat we proberen. Hoe moeilijk het is om mensen te verleiden €3 aan een prachtig verhaal van 10.000 woorden met video en foto's en een luisterboek te spenderen. Terwijl, ga naar de koffiecompany en je geeft het aan een kopje koffie uit. En hier heb je en je gaat naar de film en wat ben je kwijt? €15 of zo. En hier ben je anderhalf uur mee zoet, wat dan volgens mij een vergelijkbare ervaring is. En dat is gewoon moeilijk om mensen om te verleiden om die €3 te spenderen. Dat vind ik echt. Nou goed, alle boekenuitgevers hebben het moeilijk op het moment. En in die markt zitten wij natuurlijk ook. Nou, dat is het meest tegenval. We zoeken vooral heel veel samenwerking met de oude media. Ik denk dat het businessmodel voor Fosfor moet zijn. Dat we niet meer alle content zelf ontwikkelen en vooral betalen. Maar dat wij nu een heel mooi platform hebben neergezet. En dat platform wordt nog verder uitgebouwd. Want nu hebben we alleen de iOS-app. Er komt een Android-app. En we gaan de longreads ook via het web ontsluiten. Dus dan kan in principe echt iedereen het heel makkelijk lezen. Daar is ook nog financiering voor om dat nog te doen. Dan hebben we een heel mooi platform neergezet. En dan willen we dat platform, en dat zijn we nu al aan het doen, open aan het stellen voor andere media. Dus de volgende die gaan we samen in samenwerking met Vrij Nederland doen. Die in mei komt. En daarna doen we er een in samenwerking met het Dagblad van het Noorden. En dat willen we zo verder uitbouwen.